Honderden sporters met een verstandelijke beperking deden gisteren in Groningen mee aan de Special Olympics Stadspelen. Onder meer voetbal, judo, basketbal en atletiek stonden op het programma. En ook in zwembad De Parrel werd fanatiek gestreden om de medailles. Sporters uit Groningen, Friesland en Drenthe namen het tegen elkaar op. De regionale wedstrijden stonden in het teken van de voorbereiding op de Special Olympics Nationale Spelen die volgend jaar in Friesland worden gehouden. In maand 2 Erik de Jong. Erik de Jong uit Veendam zwemt de finale 50 meter schoolslag. Meteen na de start neemt Erik een voorsprong op zijn concurrenten en hij houdt het vol tot aan de finish. Na 42 seconden tikt hij als eerste aan. De beloning is vanzelfsprekend een gouden medaille. Is nou die schoolslag die je net hebt gezwommen de enige slag die je zwemt? Nee, dat is niet mijn enigste slag. Ik zwem ook de rugslag en de borstkrol, de vlinderslag. En ik zwem ook wel eens de wissel. Natuurlijk zwemmen de sporters om te winnen. Maar of je nou eerste wordt of laatste, dat maakt niets uit. De prijzen worden uitgereikt door een heuse Olympische zwemster. Tevens ambassadeur van de gehandicapte sport. Als je ook kijkt met een prijsuitreiking, al word je zesde en krijg je een vaantje. Nou, die juicht haast nog harder dan iemand met een medaille. Dus nee, het is super gaaf. Het is een evenement dat wij inmiddels voor de derde keer organiseren. En we zijn er ook trots op dat wij ook de grootste van Nederland zijn. En het meest bijzonder is dat we ook dit jaar een MATP-programma hadden. En dat betekent dat ook mensen die eigenlijk te moeilijk vinden om aan sportevenementen, wedstrijden mee te doen, die worden toch in de gelegenheid gesteld om wel aan dit evenement mee te doen.